Hey, en wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anna en voor als je nieuw bent op het kanaal, welkom. En in deze video heb ik 7 schoolapps voor jullie die handig kunnen zijn voor het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt. Vind je deze video nu al leuk? Dan zeker een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en op een belletje te drukken. En laten we snel beginnen. Laten we beginnen met de eerste app. En waarschijnlijk kent iedereen die al wel. En dat is WRTS. Het heeft nu een nieuwe naam. Het heet volgens mij nu Study Go. En het is dus een overhoringsprogramma waarin je de talen kan overhoren. Maar tegenwoordig ook vakken als wiskunde, scheikunde, aardrijkskunde, natuurkunde, economie, biologie. Je kan er echt van alles in oefenen. En dat vind ik er zo fijn aan. Want je hebt natuurlijk ook nog een ander bekend overhoringsprogramma genaamd Quizlet. Alleen bij Quizlet moet je na 3 rondes vaak al betalen. En ik vind dat zelf gewoon heel erg vervelend. Want als ik een woordenlijst erin heb gezet, daar mijn tijd in heb gestoken, wil ik niet ook nog vervolgens moeten gaan betalen om hem te gaan afspelen. Dus vandaar dat ik WRTS fijner vind. Ook kun je in WRTS tegenwoordig ook allerlei uitlegvideo's bekijken. Er staan samenvattingen in, oefenopdrachten en dan gewoon overhoringsflashcards voor bijvoorbeeld de talen, begrippen uit wiskunde. En je kan gewoon je boek opzoeken en daar vervolgens al gewoon de begrippenlijsten van oefenen. Dus dat is echt ontzettend fijn. En mocht je boek er niet in staan, dan kun je bijvoorbeeld ook gewoon begrippenlijsten opzoeken van mensen die hem al erin hebben gezet. En anders kun je hem heel gemakkelijk zelf maken. En stel je hebt de plusversie, dan kun je ook nog tutoren vragen stellen. En dan beantwoorden ze tussen 3 en 10 s'avonds volgens mij. Dus dat is echt super fijn, want stel je hebt een docent die dan net bijna weekend is of zo, dan kun je gewoon een vraag stellen aan zo'n tutor op WRTS. En dan kun je alsnog je vraag laten beantwoorden. En dat kan letterlijk voor elk vak die WRTS aanbiedt. Dus dat kan een vraag zijn voor wiskunde, maar ook gewoon voor aardrijkskunde, geschiedenis of economie. Die functie is wel alleen voor als je pro-member bent. Ik heb laatst pro-schap aangeschaft, maar eerder heb ik het ook gewoon altijd gratis gedaan en ik ben daar ook super tevreden over. Het werkt in ieder geval voor mij een stuk fijner dan Quizlet. Dus vandaar, WRTS is echt een aanrader als je nog een goed overhoringsprogramma zoekt. En ook voor dingen als wiskunde. Wiskunde en zo is het super fijn. De volgende app is echt ontzettend handig als je moeite hebt met wiskunde. De app heet Photomat en ik zal even laten zien hoe die werkt. Ik zal hier van mijn scherm delen. Ik heb op mijn iPad even een sommetje gepakt. En normaal gesproken kun je deze bijvoorbeeld ook gewoon vanuit je boek scannen. Dan als eerste dan open je de app en dan krijg je deze optie. Dan maak je een foto van de som. En dan gaat hij hem gewoon voor je berekenen als een soort van rekenmachine. Maar dan zou je denken, Anna, dan kun je net zo goed een normale rekenmachine gebruiken. Klopt, maar de normale rekenmachine geeft geen berekening. En dat doet deze app wel. Dus dat vind ik er juist wel heel erg fijn aan. Want als je drukt op Show Solving Steps, dan gaat hij precies laten zien hoe hij het heeft berekend, waarom hij dat heeft gedaan. En ja, dan kom je uiteindelijk tot het antwoord. En deze manieren kun je dan ook gebruiken voor de volgende som. En dat is hetgene wat ik er juist super fijn aan vind. Dus mocht je moeite hebben met wiskunde, dan is deze app echt super handig. De volgende app die ik heel erg aanraad is Notion. Hierin kun je planningen maken. Je kan habit trackers erin zetten. Finance trackers. Je kan je dromen erin lokken. Je kan terugkijken op je schooldagen. Je kan verslagen erin schrijven. Je kan er echt heel veel mee. En je kan het helemaal leuk in een aesthetic personalizen. Je kan je favoriete Spotify nummers erin linken. Zodat je die allemaal snel bij de hand hebt op je school dashboard. En ja, je kan er echt super veel leuke dingen in doen. En je creativiteit er echt in kwijt. En het is ook ontzettend handig voor school. En je kan gewoon van alles in orde naar verschillende mapjes maken. Je kan pagina's delen met anderen en ik vind het gewoon ontzettend fijn werken. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd het niet zo vaak meer gebruik omdat ik tegenwoordig GoodNotes gebruik. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Maar Notion is echt ontzettend fijn. Het is dus ook gratis. Je hebt dus een betaalde versie, alleen ik weet dus niet wat het verschil is tussen een betaalde versie en een gratis versie, want ik mis zelf geen functies of zo. Ik weet dat er ook mensen zijn die Trello gebruiken, maar ik gebruik dat zeg maar. Als je het gebruikt is het volgens mij echt alleen meer voor planningen. En in Notion kun je nou eenmaal echt veel meer. Je kan die agenda ook koppelen aan je Google agenda of Apple agenda. Dan komen al die afspraken er ook in te staan. En je kan dus downloaden op elk device, je laptop, je tablet of je telefoon. En dat kan dus zowel voor iOS als Android. Dus dat is echt super fijn. Ik benoemde net de app GoodNotes al even. En ik dacht, ik kom er gewoon even op terug. Want ik gebruik die app heel erg graag voor samenvattingen. Ik heb hem dus op mijn iPad, maar ik kan ook op een laptop of telefoon bijvoorbeeld. Ik moet wel zeggen dat het op mijn iPad gewoon net wat fijner is. Want dan kun je er ook mooi mee schrijven. En gewoon lekker snel intypen als je dat zou willen. Ik gebruik hem zelf ook als planner. Ik heb een tijdje geleden in mijn schoolspullenshopblog ook de planner laten zien die ik gebruik. Ik zal hem even hierboven in het i'tje zetten en dan staat het linkje van mijn planner in de beschrijving. Echt ontzettend fijn en ik raad hem heel erg aan. Dus ja, hij was ook gratis om te downloaden. Het enige wat je hoeft te doen is de video eventjes kijken die daar dan gelinkt stond. En dan komt er een code in
in beeld en die kun je dan gebruiken om de planner te ontlokken. En dan kun je hem gewoon in GoodNotes laden. Ik gebruik het dus voor aantekeningen, samenvattingen, planningen. Maar ook gewoon voor andere dingetjes als je gewoon eventjes snel wilt tekenen. Want je hebt ook verschillende soorten papier erin. En ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Ik heb hem zelf op mijn iPad een 9e generatie met een 1e generatie Apple Pencil. En dan een Paperlike Screen Protector. Wat zorgt om net wat fijner mee te schrijven. Maar de app GoodNotes raad ik echt ontzettend aan. Een telefoon kan super nuttig zijn voor bij het leren als je bijvoorbeeld de apps gebruikt die ik hiervoor benoemde. Maar het kan ook voor heel veel afleiding zorgen. En om die afleiding te voorkomen heb ik nog een tip en een app voor jullie. Als eerste de tip om je telefoon in niet storen te zetten. Dat is dat maandje. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor bepaalde focusmode. Als je hem echt op niet storen zet, dan krijg je geen enkele melding meer binnen. Totdat je die modus uitzet. En vaak gaat dat naar 7 uur of zo. Maar je kan hem ook nog handmatig uitzetten. En ik vind het zelf wel fijn om gewoon bepaalde focusmode te gebruiken. Want mocht er iemand bellen, dan vind ik het wel fijn om dat te weten. Want mocht er echt iets zijn, dan belt iemand wel. Dus sowieso heb ik de oproepen voor mijn ouders eigenlijk altijd wel aanstaan mocht er iets zijn. Maar verder staan al mijn meldingen uit. En ik heb ook nog een app voor mijn telefoon daarvoor. Ik heb de app Virtus heel lang gebruikt. Ik denk dat iedereen die hier wel kent. Je gaat zeg maar een plantje laten groeien terwijl jij aan het leren bent. En als jij stopt met leren en iets gaat doen op je telefoon bijvoorbeeld, gaat je plantje dood. Alleen moet je tegenwoordig voor die app betalen. Ik weet dat er een app is genaamd Planty die dan een soort van vervanger is voor die app. Maar ik vind Study Bunny veel leuker. Dus vandaar dat ik de app Study Bunny gebruik. Ik heb hem deze vakantie pas gedownload. Want ik had alle apps van mijn telefoon afgegooid. Om vervolgens weer te downloaden na de vakantie. Maar toen opeens bleek dat je voor Virtus moest betalen. Dus dat is heel erg jammer. Maar Study Bunny is wel gratis. Ik zal even mijn scherm hiernaast delen. Dan neem ik jullie even mee in de app. Nou, dit is als eerste eventjes mijn homescreen. Zeg maar met al mijn school apps. Dan ga ik vervolgens naar Study Bunny. En dan zie je mijn konijntje genaamd Lola. En vervolgens ga je een study sessie doen van bijvoorbeeld een half uurtje. Ik zet hem nu even op 5 minuten, want ik wil eigenlijk wel mijn muntjes. Maar stel je drukt op de pauzeknop, dan gaan er bepaalde muntjes af, want je neemt tijd pauze en dat is niet helemaal de bedoeling. En stel je drukt op de stopknop ernaast, dan krijg je helemaal geen muntjes. En met die muntjes die je anders wel kan verdienen, kun je bijvoorbeeld worteltjes kopen voor je konijn, zodat je konijntje kan eten, of je koopt kleding of andere leuke dingetjes voor je konijntje. En je konijn heeft ook een soort van happy meter. Zoals je ziet, die van mij is nu oranje, omdat ik gewoon nu niet leer in de vakantie, want ik heb vakantie, dus waarvoor zou ik schoolwerk moeten doen? Maar na de vakantie ga ik wel weer goed voor mijn konijntje zorgen. Maar ja, dit is mijn konijntje die lekker aan het studeren is. Ik laat hem eventjes lekker studeren. Maar dan is dit de app Study Bunny. Super handig. En ja, intussen krijg je nog een leuk spelletje ook. De ene laatste app in deze video is Gemario. Want ik denk dat iedereen wel eens herkent dat je gewoon wil weten wat je gemiddeld gaat staan. Of wat je moet halen om een bepaald cijfer gemiddeld te staan. En dan is deze app super handig. Je laat al je cijfers via Magister erin. Hij neemt gewoon alles mee. Dus ook van eerdere jaren. Dus dan kun je ook terugblikken op eerdere cijfers bijvoorbeeld. En dan vervolgens kun je gewoon precies zien wat voor cijfers je moet halen om een bepaald aantal gemiddeld te staan. Of stel je hebt een cijfer maar hij staat nog niet in Magister, dan kun je die zelf gewoon al invoeren. En dan gaat hij voor jou berekenen wat je gemiddeld gaat staan. En je kan bijvoorbeeld ook cijfers erin berekenen. Dus dat is echt super fijn. En ook bijvoorbeeld voor vrienden of zo. Want ik heb ook wel eens dat mensen dan benieuwd zijn van ja, wat ga ik halen? Wat moet ik halen? Die hebben dan helemaal stress. En dan vul je cijfer in en dan denk je, ah ja, het valt best wel mee hoeveel ik gemiddeld ga staan. Dus ja, die app raad ik zeker aan. Hij is volgens mij alleen beschikbaar als je Magister hebt. En ja, je kan hem zeg maar wel op elk device downloaden. Maar hij kan dus alleen aan Magister gekoppeld worden. Niet aan Sermelo of Zoom Today bijvoorbeeld. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik weet dat daar ook nog wel andere apps voor zijn. En de laatste app uit deze video is Canva. En ik zal jullie even laten zien hoe die werkt. Canva is namelijk echt een programma waar ik al mijn creativiteit in kwijt kan. Ik doe er dingen voor school in, dus het maken van verslagen, van PowerPoint-presentaties, kaarten, posters, logo's die ik in ontwerp. Maar ook bijvoorbeeld voor YouTube doe ik er dingen in, zoals mijn thumbnails maken. Mijn intro en mijn outro heb ik er ook mee gemaakt. En ik vind Canva gewoon een ontzettend fijn programma, omdat het ook gewoon heel erg makkelijk werkt. En gewoon heel leuk is om dingen mee te ontwerpen. Ik zal eventjes laten zien hoe het een beetje werkt. Mocht je echt een uitgebreide video zoeken, er staan er genoeg op YouTube of op TikTok bijvoorbeeld. Of gewoon op Google kun je volgens mij ook gewoon zoeken. Nou, dit is mijn homescreen in Canva. Ik zal hem eventjes hier naast me delen. En dan ga ik even op zoek naar een template voor bijvoorbeeld een planning. Ik heb hem net al even opgezocht, dus vandaar dat hij nog in mijn zoekbalk staat. En dan ga je gewoon scrollen naar een template die jij leuk vindt. Hier heb ik bijvoorbeeld een monthly planner. Dan druk je daar gewoon op. En dan vervolgens gaat hij hem voor je openen. Je hebt trouwens ook allemaal pro dingetjes. Zelf heb ik gewoon een gratis versie. Dus vandaar dat ik niet alle dingen heb om te doen. Maar ik vind de gratis versie ook echt prima.
Zoals je hiernaast ziet, hiernaast heb je ook nog allemaal dingetjes. Bijvoorbeeld een daily planner of een self-care day planner. Je kan er eigenlijk van alles mee. Ook bijvoorbeeld echt tijdtabellen. Maar je kan ze ook gewoon zelf ontwerpen. Maar een template is soms gewoon net wat makkelijker. Nou, hier zie je bijvoorbeeld dat het gaat om augustus 2022. Als ik daarop tik, dan kun je hem aanpassen. En dan kun je er bijvoorbeeld 2023 van maken. En dat is dan gewoon precies in hetzelfde lettertype geschreven. Dus dat is echt ontzettend fijn. Mocht ik hier bij notes iets willen typen, dan ga je naar tekst. En dan zie je bijvoorbeeld dingetjes die ik vaak gebruik. Die roze waarop staat het logo gebruik ik bijvoorbeeld vaak voor in mijn YouTube video's. En dan gebruik ik bijvoorbeeld deze Will You Be Mine, heel random. Maar dan haal ik het onderstukje even weg. En dan typ ik hierbij bijvoorbeeld eventjes hallo. En dan als ik hem selecteer door er twee keer op te tikken. Dan kan ik bijvoorbeeld de grootte aanpassen daarbovenin. Of ik pas bijvoorbeeld de kleur aan door op dat aatje te tikken met die kleurtjes. En dan swipe ik het bijvoorbeeld hier net wat naar beneden. En dan zet ik het gewoon hier neer bij notities. En eventueel kun je het lettertype aanpassen daarboven. Of als je op die drie puntjes tikt, dan kun je bij effecten bijvoorbeeld hem laten curven. Dus dan heb je bijvoorbeeld dit en dan bepaal je zelf hoe groot of hoe klein of naar welke kant hij allemaal op moet. Je kan er een neon versie van maken. Je kan het een achtergrond geven en dan bijvoorbeeld weer een andere kleur. Dus dan maak je bijvoorbeeld de achtergrond in het wit of in het grijs. Of je geeft de letters een andere kleur of je geeft het iets anders. Het is maar net wat je zelf leuk vindt. En zo maak ik eigenlijk altijd mijn hele dingen in Canva. En dit is ook het einde van deze video, want dit was de laatste app. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Was het zo, dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer. Doei doei!